Het komt goed. Avonturier Fedde Schoenmaker neemt afscheid van zijn moeder, vader, andere familie en vrienden voor de kajaktocht naar Noorwegen. Een inspannende, gevaarlijke reis. Dus dan is het essentieel om je spullen op orde te hebben. Muesli bijvoorbeeld, soep, vitamine. Dit is een pompje om water uit mijn cockpit te pompen. In het geval ik water maak. Goed reddingsvest. Muziek gaat ook mee, ja. Heb je er maar eentje? Ik heb er maar eentje, ja. Ik denk ongetwijfeld wel dat er sowieso wel iets is wat ik dan vergeten ben. Dus maar hopen dat hij zijn tentje niet vergeet. De route heeft hij zo veilig mogelijk uitgestippeld via kanalen en vlakbij zeekusten. Maar de zee tussen Denemarken en Zweden doet verder niet met de kajak. Het was veel te gevaarlijk om die open zee over te varen. Dat heb ik echt besloten om dat met het pontje te doen. Hij is alleen, hè? Dus hij heeft niemand bij zich. Ik wilde ook niet dat hij naar de Waddeneilanden ging. Hij blijft zoveel mogelijk bij de kust. Ik hou echt van dit soort avonturen en vooral met de kajak, omdat dat echt mijn passie is. Ik heb wel altijd gehoopt van nou, dat gaat wel over, maar nee. 1500 kilometer heeft verder voor de boeg. Een tocht van 2 maanden. Het komt vast goed.